Cindy Sabbe, finaliste van Miss België 2014. Had je speciaal gestudeerd voor de finale zaterdagavond? Ja, natuurlijk. Ik en de andere meisjes hebben ook heel veel dingen opgezocht op internet. En de vragen die zij kregen, wist ik direct, moest ik helemaal niet bij nadenken. Maar ja, toen het mij beurt was, ja, was dat het resultaat. En wat ging er dan door je heen toen je die vraag kreeg zaterdagavond? God, met dat Veronique inleidde als, het is een heel gemakkelijke vraag, dacht ik al in mezelf, oei. Oké, en nu niet verkeerd antwoorden door stress of iedereen ziet het. En dat gebeurt dan natuurlijk wel. Ik was ook een beetje vermoeid door heel de week te repeteren. 'S ochtends vroeg tot 's avonds laat. Niet genoeg kunnen slapen, stress. En ja. En hoe reageerden je medefinalistes toen je backstage kwam? Eigenlijk reageren ze totaal niet. Ik heb wel ook berichten gekregen van enkele meisjes van Cindy, moet je dat helemaal niet aantrekken. De mensen die commentaar geven, die weten niet hoe het is om op een podium te staan. Iedereen had stress, iedereen was bang om een verkeerd antwoord te geven op een gemakkelijke vraag, dus je moet dat zeker en vast niet aantrekken. Had je verwacht dat dit zo'n felle reactie op het internet en in de media zou veroorzaken? Op het moment zelf denk ik er eigenlijk niet zoveel over na. Ik ben dan nog bezig met de show en ook in mezelf van, wat heb ik nu gezegd? Terwijl ik daarna wel het goede antwoord heeft, maar de meeste mensen weten dat precies niet meer. Toen ik gedaan had en naar mijn familie kwam, zei mijn papa, het staat al op internet. En dacht ik, morgen. Ik ben al benieuwd wat het zal worden. En heb je een boodschap voor de mensen die hiermee lachen? Degenen die ermee lachen, zouden zelf op het podium moeten staan met stress, met spots, met televisie. Ik ben benieuwd wat zij dan zullen zeggen. Of zal het een slechter antwoord zijn of niet? Dat weten we natuurlijk niet. Maar mensen kennen mij ook niet en mogen ook niet oordelen over mij. Voilà. Denk je dat je door dit antwoord niet in de top 6 zat? Misschien wel, misschien niet. Ik weet het eigenlijk niet. Dat kan. Maar ik heb Darlene ook nog gehoord achteraf. En ze zei ook van, ik heb eigenlijk serieus kunnen lachen met jou. Maar ik zag wel aan je gezicht dat je het wist. En je hebt dan ook nog het goede antwoord te geven. Dus ze wisten het wel. Dus ik denk dat dat niet zo heel veel meegespeeld heeft. Ook het antwoord op de tweede vraag bleef je schuldig. Had je nog nooit gehoord van Dirk Vreemout? Well, eigenlijk had ik de vraag wel juist. Ik had wel gezegd Vreemout, maar wel een beetje in dialect. Dus misschien dat dat niet helemaal goed begrepen is. Want mensen die met mij mee waren, mijn familie en zo, zeiden zelf van ze had het juist. Ze zou een beter keer terugspoelen, want ze had het dus echt wel juist. Hoe reageerde je familie en je vrienden na afloop van de finale? Ik denk dat ze wel een beetje teleurgesteld waren, omdat ik heel veel werk gedaan heb. Ik heb ook de titel gekregen van Miss Social Media, omdat ik naar enorm veel evenementen geweest ben en op Facebook gezet heb. En ze steunen mij vooral. Hendrik Bogaert was er ook en hij zei ook van trek het je niet aan. Wij hebben ook stress, wij missen ook soms. Dan komt dat ook helemaal uitgebreid in de media. Trek het je gewoon niet aan, het zal wel overwaaien. En hoe reageerden de mensen hier in Stalhille, waar je woont? De meesten begrijpen het wel. De meesten weten ook dat ik heel veel gewerkt heb ervoor, dat ik stress had. Ze zeggen ook dat heeft veel stress. We weten wel dat je dat weet. We weten ook dat je slim bent. Dat ik me helemaal geen zorgen moet maken daarin. Vanmorgen legden twee radiozenders je opnieuw het vuur aan de schenen met de vraag over Wereldoorlog 2. Wat vind je hiervan? Ik weet dat het wel een beetje is om mee te plannen, om met mij te lachen. Ten slotte, ik zei 1944, het begon 1940. Ik zat er niet zo ver van deze keer, dus zo is het niet. En is het niet het belangrijkste dat we weten wat er verkeerd gebeurd is in plaats van de data te onthouden, dat we er iets uit leren? En wat zijn je concrete toekomstplannen nu? Je weet, misschien iets in de media, presentatrice. Nu ik wat bekender ben, zal ik maar zeggen, kan dat misschien wel nog gebeuren. En anders ook nog vooral mijn diploma afmaken. Zou je in de toekomst nog deelnemen aan misverkiezingen? Eigenlijk niet, want als ik begonnen ben aan Miss West-Vlaanderen voor Miss België, dan uiteindelijk heb ik gezegd van dit wordt mijn laatste verkiezing. Omdat ik eigenlijk mij ook wel richtte nu om te studeren. Want als ik Miss West-Vlaanderen meegedaan heb, heb ik gestopt met studeren, zodat ik eigenlijk mij volledig erop kan smijten.
En welke richting volg je ook weer? Wel, ik doe thuisonderwijs, dus ik ga naar Brussel voor examencommissie en ik studeer voor secretariaat kantoor. Oké, veel succes nog. De papa van Cindy Sabbe, wat vindt u van al de heisa rond uw dochter tijdens de Miss België-verkiezing van 2014? Allemaal sterk overdreven en veel te veel. Ik weet dat moment dat dat gebeurd is, dat is een fractie van een seconde, maar verstaan dat niet dat dat zo moet allemaal in de pers komt, in die media, dat Twitter gedoe, dat Facebook gedoe. Aan de andere kant is het een veel, vrij goede reclame nu voor Cindy. Maar allee, de aandacht gaat dat meer naar haar of naar de huidige mis. Is dat allemaal nodig? Nee, van zuster, zo'n kleine foto, wie maakt er nooit een keer geen fouten? Er zijn nog fouten gemaakt geweest tijdens de finale. Daar wordt er niet meer van geklapt. Ja, wel, ik kom, ja, sterk overdreven. U staat pal achter uw dochter. Dat is zeker, dat. En de mama, mogen we je ook een reactie? Ja, ik vind het eigenlijk ook overdreven. Ze wisten dat dat 100, maar ja, uit haar mond kwam 10 en ja. Daarna zei ik 100. En daarna zei het 100, ja, maar wisten dat ze het, ja, wist dat ze het verkeerde zegt. Maar ja, het is er niks aan te doen, ja. En wat ging er dan door je heen? Wat voelde je toen? Natuurlijk, nadenken aan de mensen, natuurlijk, aan de reacties, wat dat natuurlijk ging zijn en vertellen. En dat wel, ja. Heb je geen schrik voor de reacties in het dorp hier in Stalhille? Moment wel, ja, toch wel. Maar toen bepaalde mensen dat ik gezien heb vandaag, dat ze zeggen, moet er niet op denken. Iedereen kan missen. We weten dat ze het wist en toch ja, van de stress dat ze kon missen, ja. U bleef ook pal achter uw dochter staan. Ja, ja, zeker weten. De presentatrice maakte ook een fout en bij haar stond het antwoord op papier. Ja, inderdaad, zoals mijn papa zei, er is ook nog een flater begaan in de show. Ja, de presentatrice inderdaad zei dat een meisje erbij was. En iedereen ja, aan het roepen en aan het juichen. En dan zei ze, ja, oei, ja, je bent er niet bij. Ja, dat is natuurlijk ook een flater, maar daar babbelt er precies niemand niet meer over. Terwijl van mij ja, een stressmomentje en heel België zat in rep en roer. Dus, ja. Pijnlijk voor de presentatrice, maar dat wordt verzwegen. Inderdaad, voilà, ja, dat wordt verzwegen. Terwijl het ook wel een pijnlijk moment is, maar ja. Nog een reactie? Ja, denk, moest er iemand de naam van dat meisje vragen, dan gaat niemand de naam van dat meisje weten. Nee, maar voor dat meisje, ik zou niet graag in haar schoenen hebben staan op dat moment. Nee, eerst zeiden ze, ja, goed, je mag horen, zij content. En dan ik, allee, nee, nee, toch niet, toch niet. Nee, dat vind ik wel erg. Ik zou het niet wel mee, maar... Okay.